Vandaag in Maastricht hebben we een conferentie op het gebied van MBCNA. En het is toch een vrij unieke conferentie waarin we bij elkaar brengen klinici, patiënten en andere betrokkenen bij MBCNA. En we hopen op een blijvende samenwerking eigenlijk wereldwijd tussen alle professionals, dus de professoren, maar ook een betere samenkomst van de patiënten zelf, zodat ze elkaar beter vinden. En die combinatie tussen patiënten en de professoren is uniek. I think it is a wonderful organization that helps bring the families, the experts, and perhaps even the industry together for the Netherlands, particularly as it relates to congenital muscular dystrophies. Ik vind het heel bijzonder. We zijn natuurlijk gestart voor onze dochter Sarah. Al snel werd het voor alle kinderen met MDCNA in Nederland. En inmiddels zijn we gewoon aan het werk voor alle kinderen over de hele wereld. We gaan ook samenwerken met QCMD, de Amerikaanse grote broer eigenlijk van Stichting voor Sarah. En daarmee kunnen we gewoon zoveel meer bereiken.